Ontzettend cool dat je weer kijkt naar Ziggo Live. Natuurlijk weer vanuit Club Ziggo in Amsterdam. Goed dat je er weer bent, want er staat hier een band achter mij klaar. Er staan de Popen om te spelen. En het is een band die al extreem lang aan de weg timmert. Ik was nog heel jong toen zij begonnen. Ze zitten in een hele leuke, jubele feeststemming deze maanden. Want januari 2013 komt hun 10e langspeler uit. Dan timmer je heel hard aan de weg. En Jan Douwe sprak vandaag met de frontvrouw van deze band, Carol. En ik heb het natuurlijk over Betty Serveert. Waarom Oh Mayhem? Oh Mayhem. Oh heerlijke chaos. Ja. En maar... ja, dat beschrijft zeg maar alle facetten van het leven. Zeker op dit moment als je om je heen kijkt. Mm-hmm. Maar op een goede manier en op een slechte manier. Het is wel een ontdektijd, hè, nu? Ja, want ik zie het ook overal om ons heen. Er is veel chaos en veel turbulent. Goede ontwikkelingen, weet je wel, dat dingen gigantisch worden omgegooid. En ja, het past ook bij de dekte lading van de plaat. En ja, bij een band en zeker ook bij ons. Natuurlijk hebben we af en toe kibbelpartijen. Dat mag ook wel, hè, na 21 jaar. Ja, ja, precies. Maar we zijn ook een soort dysfunctional family. Maar we zijn ook op elkaar aangewezen. We hebben elkaar nodig. Achterliggende vraag, als je niet zonder elkaar kunt, is het moeilijk om het bij elkaar te houden? Soms, tuurlijk. Maar dat is wel bij een gewoon gezin of een gewone familie. Heb je ook wel eens momenten dat je elkaar achter het behang wil plakken. Dus, dat willen wij af en toe ook wel eens. Nou ja, dan staan we met z'n vieren op het podium. En dan is het, ach ja, die kippelpartijen, dat is ook totaal niet belangrijk. Dit is waar we het voor doen. En dit is ook wat het allerleukste is. Dus, check even de website bettyserveert.com, want ze toeren werkelijk het hele land door. Hier zijn ze vast bij Ziggo Live. Betty Serveert.
chair, well, the chair.